ben Jenny. Ik zit op het JAV in Egmond in 3 VMBO. Vorige week donderdag heb ik een beroepskeuzetest gedaan op de Koogmolen. En daar kwamen allemaal dingen uit dat ik wel goed ben in de winkel en zo. Maar ik heb meer iets met management. Om te zorgen dat er van goed doorverbonden wordt, werken wij met een programma dat heet ANFA. Dan vraag ik van, mag ik uw postcode vragen? Dan kan ik zien welke verzekering u bij ons heeft afgesloten. Dit is een verzekeringsbedrijf en een makelaarsbedrijf. Het zijn twee bedrijven in één. Je had zeg maar 5 uitslagen. En één ervan was bij een reisbureau. Maar dat is niks voor mij. En je had ook zeg maar in een winkel en zo. Maar ja, ik heb meer iets met management. Maar management kan natuurlijk ook met winkels en bedrijven en zo. Dus het is meer een beetje management. Dat wou ik eigenlijk doen. Ik moet gewoon goed mijn best doen. Vorig jaar ging het niet zo goed op school en ik heb er wel van geleerd. Ja. Ik ben van HVWO weer teruggegaan naar VMBO. Ja, ik vind het echt stom van mezelf. Dus ik heb van mijn fout geleerd. Dus nu moet ik wel serieus door blijven gaan. Als ik mag vragen, wat voor opleiding heeft u hiervoor gedaan? Ik ben naar Schoevers gegaan en heb daar de opleiding receptionist toerisme eigenlijk gevolgd. Wij komen een dagje meedraaien op het gemeentehuis om te kijken wat de functies hier allemaal zijn en hoe het hier te werk gaat. Ik vind dat we eigenlijk wel meer van die soort van stageplekken moeten hebben. Ook met die richtingen van eigen dingen, eigen winkels en zo. Want er zijn best wel veel mensen die een eigen winkel willen hebben. Of iets met kleding willen gaan doen, maar er zijn gewoon geen plek voor. Als eerste had ik gekozen voor de verzekeringsmaatschappij. Er waren verschillende functies, dus ik kon 2 dingen uit mijn verzekering kiezen. Maar we waren allebei te vol, dus we moesten nog iets anders kiezen. En toen heb ik gekozen voor gemeente. Op zich is het wel zinvol. Kijk, als je ook deze richting gaat kiezen, maar kijk, ik wil iets heel anders. Dus dan heeft het niet echt zin voor mij. Ik vind het heel erg saai. Ik meen het. Ja, het is wel allemaal heel interessant, maar ja, ik zou er zelf niet willen werken of zo. Kan ik helpen? Dat is. Je moet ook echt aanvragen met hoeveel mensen je wil vergaderen en waarvoor. Ik vraag het. De trouwambtenaar die staat daar. Ja. En getuigen komen hier. Ik tekenen. Kijk, de ring op het bankje. Kunnen ze ook de mensen mee. Hierachter zit de raadzaal. Die loopt helemaal door. Daar kunnen we niet in, want die is op dit moment bezet. Kunnen jullie deze dames vertellen hoeveel brieven jullie ongeveer per dag versturen? Verwerken? 3.500. Nou, ik vind het wel echt op zich wel leuk. Het is interessant. Ja. Meeluisteren met die gesprekken en aardige mensen, niet aardige mensen. Af en toe wel irritant, maar het is wel leuk. Het is heel gezellig en je kan wel met elkaar praten. En het is heel grappig waarvoor de mensen bellen. Want de een belt van een kapotte brievenbus en de ander belt weer dat hij iets heeft met dat traphal of zoiets. En dat het bevuild wordt en dat we het moeten schoonmaken. Maar dat als hij zeg maar net weg is, dat het alweer vies is en zo. Op zich is het wel leuk voor 1 keer, maar ik ben niet echt zeg maar, iemand die stil zit. Dus ik kan niet echt, ik ben meer dingen doen, zeg maar. Als ik dit zou doen, dan zou ik op zich wel denken van, toch wel wat anders weer. Ja, ik zou het wel willen doen, maar ik weet niet voor altijd. Ideale baan, dat is een moeilijke vraag. Ja, op zich zou ik wel iets in de zorg en welzijn willen doen. Maar dan een beetje richting tandartspraktijk, vanwege mijn oom is het natuurlijk ook. Maar ik weet nog niet zeker of het wil worden, dat is best wel een lange opleiding. Ik vind het heel leuk dat mensen zich proberen te oriënteren. Ja. Ik was wel verbaasd dat haar voorkeur uitging naar een callcenter om mee te luisteren. Ja, we moeten presentaties houden. We hebben al foto's gemaakt en aantekeningen. En dan, daarvan gaan we zeg maar een presentatie houden. En ben jij dan die reparateur of wat doe jij dan? Stel je werkt hier. Ik werk bij de service balie. En dan moet ik neerzetten wat iedereen heeft gedaan deze dag. Ik vind het nu nog best wel leuk, maar ik heb niet echt zoveel zin in de presentatie en dat soort dingen. Ik heet Maza Mousavi. Ik zit in de derde op de Koogmolen. We zijn nu in het bedrijf Fortman. Ze maken tafels en kasten. Ontwerpen het, maken het. Vandaag werd ik zeg maar rond begeleid door het bedrijf. Hij liet me zien van hoe ze die kasten maken.
En hoe ze het ontwerpen en alles, die schetsen en alles. Ja, dat liet in zo. En de showroom, dat is dit. Kijk, het is wel leuk dat ik zeg maar hier naartoe kon en gaan kijken en alles. Maar toch denk ik van, ik had het niet nodig. Ik denk dat het belangrijk is dat wij gewoon ook investeren in de jeugd. Zodat, of in ieder geval de interesse weten te kweken, dat er meer mensen voor de techniek gaan kiezen. En dat ze niet denken dat het alleen maar vuil en smerig werk is. Maar dat je hier ook gewoon op kantoor gewoon, ja, van alles kunt bedenken. En vanaf het begin tot het eind kan meemaken in principe.